Nou, zwommen. Op 1,5 meter in ieder geval ja. al minimaal. Dus ja. dat noemen we en fietslengte. Een fietslengte ja. ertussen, ja, die stond hier nog. We zijn bij? Ja, ik kan niet zo goed zeggen. De Zwerg, Zwoog, Zwoog, zeg jij maar even als Fries. De Zwerg. Beetje zwaar. Beetje zwaar. Plus Berkenbos zet bananen in de basis bij de ja. jeugdteams. Goeie... Het zou racistisch kunnen zijn, maar... Ja, is het niet. Is het gelukkig niet. Nee, maar ja, nu even niet in de basis, want voetbal afgelast. Maar wij zijn er wel, in de dugout van de Zwerg. De Zwerg. Zwerg. Och, dit wordt verschrikkelijk. Nou, ja. Ik heb me verslikt in mijn bier, maar... Proost, Zwoebe. Proost, van afstand. En we hebben hier, dit moeten we even, precies 1,50 meter, dus... Het gaat goed. Niemand kan ons wat maken. Zullen we die dugout dan maar testen op... Wil je daarmee beginnen? Ja. We beginnen met het uitzicht. Ja. Nou, dat is wel echt verder weg natuurlijk wat het beste stukje zien? Bos dat we hebben gezien. Ja, zeker. Ik vind de ballenvanger echt heel mooi met de spandoeken, zeg maar. Ja, met de ree erin. Ook dat, maar überhaupt. Voetbalculture, vind je dat niet mooi? Oh, dat hebben ze hier gewoon hangen, ja. Nou, als we dat even noemen, dan kunnen ze ons een mooie retweeten. Ja, precies. Dus, retweet van... Daar hangt een bord van jullie hier, joh. Hey. Ja. Skantine, we kunnen het nu niet zien. Nee. Maar weet jij, is geen dat Fries? Idee. Is dat niet Fries voor kantine? Skantine. Misschien hadden geen ze idee. Gewoon een S per ongeluk gemaakt en ja. dachten ze van... Maar wat wil je geven, het uitzicht? Die pakken we er ook voor. Nou, wel hoog eigenlijk, een 8,5. Ik wil een 9 geven, ik vind nou, het echt het beste ach, bos ja, ooit. De laatste weken zit je steeds, ga je een half puntje ja, bij ja, maar de uitzichten zijn zo goed. Mij. Nou, vooruit, een 9. Ja, comfort. Ja, stoeltje. Ja, het prikt een beetje mijn rug. Prikt een beetje heb je er ook last van of niet? Oh ja, nu wel. Als ik zo rechtop zit, heb ik natuurlijk een week ook niet gedaan. Nou, ik heb dus een week lang heel comfortabel gezeten. Ja, dus ja, nu dus is alles rechtop zitten is al heel ja. oncomfortabel. Ja, en de broek zorgt dus weg voor extra comfort. Ja, precies, daarom. Dus daar moeten we rekening mee houden. Ja. 6,5 dan, prima. Dan maar. Ja. Denk mee eens. Architectuur. Plastic. Ja, dom. Verschrikkelijk. Ja. Ja, plastic. Oh, dat dus. Doe jij straks, hè? Sorry. Ja, het is gewoon heel erg lelijk eigenlijk. Heel lelijk. 5,5. Nou, vooruit dan maar. En dan gaan we nu naar het in elkaar beuken van de dugout. Ja, de Maaskant-test. En deze gaat het niet redden. Hem, nee, maar ik kan hem wel lekker zittend doen. Want ik zit hier toch al. Dus, Ja, dit ging behoorlijk hard, moet ik zeggen. 6,5. Komen we op een cijfer, hè? Niet zo hoog, denk ik. Nee, maar wel door het uitzicht. Uitzicht is heel mooi. Uitzicht haalt het omhoog. En hier hoort een hele mooie dugout bij. Dat is gewoon jammer. Ik wil beginnen met, ja, het heeft niks met sport te maken eigenlijk. Maar ik vond het zo mooi en ontroerend dat ik het toch even wil laten horen in deze tijden. Oké. Okay. Een applaus? Nee. Voor het is ons, van voor ons in Henny de media, Huisman. De vitale beroepen die wij hier aan het uitoefenen zijn. Ja, zullen we even voor onszelf? Ja, natuurlijk. Ja, dankjewel. Nou ja, doe het maar voor mij. Dankjewel. Ja. Coronavirus, waarom blijf je nou zo lang? Je geeft ons zoveel zorgen en je maakt de mensen bang. Coronavirus, corona. Je bent al zo gehaast bij iedereen in stad of dorp, bij ons ook in de straat. Coronavirus, weg met dat virus. Applaus voor Henny. Oh, heel een vitaal, groot. Heel mooi. En nou, het heeft ook wel met sport te maken, want dit is dus het liedje van Snuitje. En dat is een paard en een paardensport. Dus huppakee. Ja, klaar. Ja. Mooie link. Ik dacht al even, hoe komt hij er nog op? Maar ja, nee, zo hoor. Dat ging nog best next. Oké. Dus dat was al heel ontroerend. Nou, er was natuurlijk dat You Never Walk Alone. Hadden we het al voor de uitzending hadden wij het even over gehad. Ja, wij houden daar niet zo van. Nee, maar ja, dat mogen we natuurlijk niet zeggen, want dan worden we helemaal kapot gemaakt. Ja. Maar er was ook dus wel iets moois, want heel Nederland deed daar ook aan mee zo'n beetje. Ja. En ook op de Lange Leegte, daar schalde muziek door de speakers weer. Oh, dat, mooi. Dat is echt... Ik heb toevallig al bij Celtic Park gezien. Maar, ja, daar was het ook, naar Lange Leegte. Lange Leegte is veel mooier ja. Ja. Ja, mooi. Ja, het is toch ontmoeien. Ik heb nu ook geen traantje. Even zie je dat? Ja. Ja, mooi man.
Nu maar hopen dat de mensheid het een beetje langer uithoudt dan BV Veendam zelf. Oei. Ja, hè, we moeten de humor er ook maar in, moet je dan altijd zeggen. De humor er een beetje in houden. Ja. Ken je Dennis Bliek? Nee, Dennis Bliek ken ik niet. Okay. Sportmarketeer, communicatiemedewerker Telstar, beheerder Telstar 1963 NV. Voormalig Ajax-sportersuit en trainer de Kolping Boys 15-2. Dat is hij. En Dennis Bliek is ook gehandicapt. Ik weet niet wat eigenlijk het politiek correcte woord daarvoor is. Maar die heeft meegedaan aan de Stay at Home Challenge met een... weet je wel, allemaal voetballers die met een wc-rol aan de hoog houden waren. Dit is Dennis Bliek. Ja, dat is wel dat is echt fijn. Hartstikke komisch ook. Ja, nee, ik wou dus die voetballers laten, maar Matthijs de Ligt en zo, die hebben we allemaal wel gezien. Die hoeven we niet. Nee, heb jij Matthijs de Ligt gezien? Zelfs ik heb die gezien, voetbal. Maar dat kreeg ook navolging met allerlei andere dingen. Dus, want ken jij Ronald Robert van den Berg? Nee. Die heeft ook wat gedaan. En ja, hij is niet gehandicapt, dus hij doet het wel staand. Maar die doet het niet met een wc-rol, maar die met een blik bonen. En klompen. Ja, klompen. Ja, dat maakt het ook. Maar die heeft vier keer. Tien keer volgens mij. Ja. Keurig. En Robert van den Berg die komt wel ergens uit Heerenveen, Groningen volgens mij. Het is klaar, Soebe. Het is klaar. Oh, er komt een of andere mevrouw komt in beeld. Hey babe. Oh ja. Dat is niet. Oei. Is dat jouw eigen stay-at-home challenge? Ja, daar heb ik al die wc-rollen voor nodig. Mensen thuis, dit was gewoon een ander filmpje op Facebook. Nee, dan was ik wel een beetje met de hooghouden. Nee, helemaal niet. Het allermooiste. Het is een soort gesprek met jezelf ook. Ja, nee, het is zoveel filmpjes dat ik in mijn hoofd is het chaos, joh. Nee, maar het allermooiste... Dat kun je helemaal niet aan. Het wordt nu al te druk voor jou ook. Ja man, hou op. Nee, maar de allermooiste challenges doet SV Bedum. Oh. Ja, want die hebben een heel programma, 2 weken lang. Zet elke dag op Facebook zet hij een challenge online en die moeten mensen, de leden van SV Bedum dan na gaan doen. Ja. En dan kun je punten scoren en dan houden we een klassement dat bij. Dat doet ongeveer elke club, hè? Jij volgt dan waarschijnlijk alleen SV Bedum op Twitter. Ik ben fan van SV Bedum. Ja, dat snap ik heel goed. Ik ben als Winsum voetballer, zeg maar. Oh god, doet Winsum het ook weer. Ja, ik kijk gewoon heel anders tegen Bedum aan natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Ook omdat we de laatste derby met 2-1 hebben verloren. Ja, domme. Dat doet echt elke... Nee, maar zo uitgebreid als SV Misschien wel mijn laatste Bedum wedstrijd. Maar volgens mij, ik heb heel veel clubs gezien die allemaal Gomos, Biekwik, allemaal van... Sorry, alle andere clubs. Ik heb even SV Bedum eruit gekozen. Ja, leuk. Ja. Leuk SV Bedum. Ja, en we gaan er straks eentje na ook doen. Ja, dus de bal moet via de stoeprand... Moet ik nu al? Ik heb we hebben hier toch geen stoeprand. Ja, dan zoeken we straks een stoeprand. Oké. En dan dit is de cliffhanger, Thijs. Ja, leuk. Aan het eind van de uitzending zie je hoe wij die bal in die tas krijgen, of niet. Eerst nog weer een leuk nog filmpje. Iets. Okay. Ja, want mensen worden helemaal... Dus ze gaan de gekste dingen doen. Vervelen zich of zo. En dan gaan ze oude filmpjes ook. En ik heb hier zo hard om gelachen. Jij hebt hem ook. Jij kent hem ongetwijfeld. We hebben 2 keer slecht gespeeld en 1 keer goed. En van de 2 wedstrijden slecht gespeeld hebben we 2 keer gewonnen. Ik win liever slecht dan... Ja, ik vind het echt zo'n mooi filmpje. Ja, dus bedankt Michel Dodeman dat je deze even weer hebt opgesnort. En je ziet Frank de Boer ook op de duur zelf. Ja, echt denken van dit gaat niet meer goed. Winnend, verliezen, daar ben ik mee bezig. Dat was hem wel denk ik, hè? Ik had wel nog één, dat mensen echt... mensen hebben echt niks te doen. Maar Rick heeft wel wat te doen, hè? Die moet het allemaal monteren. Nee, die heeft ook niks te doen. Ja, maar die heeft toch ook... Dan kan die extra uren declareren. Huppakee. Nee, dat is heel kort, want het was hoe wanhopig mensen worden, dat mensen ook, Dion van Meel, die had een berichtje over dat het voetbal wordt afgelast, die schrijft voor de Kelderklasse, die Facebookpagina, en die had een soort blufftekst zelfs, die zei een fotootje van een vogel die op de lat zit, en dan schrijft hij erbij, enkel vogels zullen de lat nog raken deze maand. Ja. Vogels en toch vind je het niet leuk. Moet je nagaan. Verschrikkelijk. Ja, nee, maar dan gaan we nu inderdaad. Ga jij die bal in die tas schieten? Leuk. Dus. Thijs is nerveus, heel nerveus. Het is
is belangrijk gewoon. In de rugzak via de stoeprand. Nee, ik stop. Ik hou er mee op. Ja, dit is echt wel heel lekker, toch weer of niet?